altijd geweten dat ik wilde lesgeven. En dat dat chemie zou worden, dat was eigenlijk ook al van in het vierde jaar, vierde middelbaar, dan duidelijk. Aan de job van directeur heb ik eigenlijk nooit gedacht. Voorbeeld van een oxide en nu geen met natrium, iets met een ander. Ik ben hier oud-leerling en toen mijn oud-leraar chemie op pensioen ging, dan heb ik hier gesolliciteerd en ik ben hier dan als leraar scheikunde begonnen. En wat is het verband tussen erfelijkheid en daarna ben ik toevallig eigenlijk, eerder toevallig, in de rol van directeur gerold. Ik ben dus helemaal doordrongen van Sint-Ursula. Ik vind het heel belangrijk dat we onze leerlingen goed kennen. Dat geldt zowel voor onze leraren als voor mezelf. Ik vind het belangrijk dat leerlingen, als er iets is, dat ze weten dat ze tot bij mij kunnen komen. En ik denk dat dat ook wel doordat we elkaar goed kennen, dat ze sneller bij mij terecht kunnen komen. Ik heb al eerder directeurs gehad, maar die heb ik nooit echt zo gesproken. En onze directeur die zegt elke dag is goeiedag als ik die tegenkom of zo. En die is heel begaan met ons. We kunnen altijd bij onze directeur terecht met elke vraag. En ze is er altijd voor ons en ze is eigenlijk een moederfiguur voor ons. Ja. Een goede directeur is denk ik vooral iemand die goed in een team kan werken. Want een schoolleider, ja, dat is simpel, dat kun je niet alleen. Dus je moet ook je omringen met hele goede mensen en dan goed kunnen samenwerken. Dat is het belangrijkste. Onze directeur heeft een heel duidelijke visie op school, ook op werking met leerlingen. We zijn 2 jaar geleden gestart met het integreren van de herstelwerking op school. En Mireille is daar als directeur ook heel sterk bij betrokken. Zij lukt er ook in om het beste in elke leerkracht naar boven te halen. En je merkt dat eigenlijk ook aan ons vrij beperkte aantal leerkrachten, maar toch een zeer ruime aanbod aan werkgroepen, projecten, niet lesgebonden activiteiten enzovoorts. Lesgeven en kwalitatief zorgen voor goede lessen is natuurlijk heel belangrijk. Maar daarnaast is het leven op school ook belangrijk. En al die projecten die zorgen samen voor een hele fijne sfeer op de school. Waardoor leerlingen heel graag komen naar de school en ze ook meer gemotiveerd zijn voor de lessen. Dus het is echt heel belangrijk, vind ik. Ik ben heel gelukkig op school, onder andere door onze directeur. En ik denk dat we allemaal wel kunnen zeggen dat we heel gelukkig zijn op onze school. En daarvoor wil ik onze directeur bedanken.